Eigen huis en tuin wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis en Hypotheekvisie. Ik vind het hartstikke... Ik heb mijn handschoenen maar aangedaan, jongen. Ton, het is heel... Hoi! Jongen. Schrokken. Waar kom jij vandaan? Van postkantoor. Postkantoor? Ja. Nou, nog nieuwjaarskaarten versturen. Daar ben je lekker op tijd mee. Nee, een pakje ophalen. Wat voor pakje? Ja, dat vertel ik je later. We jagen haastig door het leven. Zware baan, altijd druk, nooit even tijd. Haastig door het leven. We grepen op alles zomaar kwijt. Het einddoel komt dan toch in zicht. Waar je rust vindt voor heel leven. Waar je heerlijk op jezelf bent, thuis gebleven. Kijk jongens, dit is het geworden. Zo, ja. Dat ziet er goed uit. En het is meteen een heel ander gezicht. Kleurig, hè? Dat kan je wel zeggen. Nou, het begin is er dus. Ja. Heel hartelijk welkom allemaal bij Eigen Huis en Tuin. Rob is dus van de week erg druk geweest met het leggen van dit terras. Maar hé, Nico en ik hebben ook niet stilgezeten. Ja, kijk. Het zijn nog maar geraamtes, maar ze staan wel. Jongens, daar ben ik blij mee, want je ziet ook een beetje het veertje komen. En ik stel voor dat wij vandaag gaan beginnen met die plantenbakken, Nico. Want ja, daar moet wel groen in. Oh ja. Ja, daar zijn we aan toe. Ja. Dus dat gaat gebeuren. En dan krijg ik meteen het veertje, wat jij dus bedoelt, hè? Ja. Oh, helemaal goed. Maar er is vandaag natuurlijk nog veel meer, want Rob gaat Zuid-Afrikaanse inspiratie ook nog botvieren in de tuin van Mark en Debbie. En ik neem u mee naar Keulen, naar de meubelbeurs daar. Ziet u echt het allernieuwste op het gebied van meubels. En wat heb jij eigenlijk gedaan verder? Ik heb me van de week was bezig gehouden met het wegwerken van alle lelijke bedrading. In veel huiskamers zie je al die kabels lopen. Nou, geen gezicht, daar ga ik wat aan doen. Oh, goed zeg. Ja. Goed plan. Rob, vertel. Klein zandbakje of zo? Geen tegels meer? Wat is dit? Gierig, hè? Nou, dat heeft nou alles met mijn pakje te maken. Wat voor een pakje dan? Ja, ik kwam laatst met die rugzak thuis uit Zuid-Afrika. Ja? Nou, daar kan niet zoveel in, hè? Nou, en ik heb een cadeautje voor jullie meegenomen uit Zuid-Afrika. Dat kon daar echt niet in. En dat wordt bezorgd. Dan is het geen cadeautje, dan is het een cadeau. Oh, ik ben gek op cadeaus. Dan gaan we er ook niet meer naar vragen. Okay. Zeg, jullie gaan dus hier verder. Ja. Dan ga ik naar binnen, want ik ga dus verder met beschilderen van die rugleuningen. En u kunt gaan kijken naar Nico, naar zijn klus van het wegwerken van die lelijk in het zicht hangende Wat wil jij zeggen, Rob? Ik wilde jullie eigenlijk eerst even laten zien hoeveel verschillende soorten terrassen je hebt. En ik wilde laten zien hoe je dit terras maakt. Is ook goed, want daar ben ik ook eigenlijk heel erg benieuwd naar. Ik heb Mirna, Nico en ik het hele Toscaans terras leeggesleept. Ja, dat was een hele klus. Maar nu ben ik weer aan het bouwen. Eén geluk had ik. Er ligt een prachtig zandbed onder. Die oude bestrating is weggehaald. Gooien we niet weg. Want die gebruiken we later in een tuin die ik ergens ga bouwen. Dus die hebben we netjes opgeslagen. Nou, dat zandbed dat gebruiken we wel. Die bloembakken zijn weggehaald. En we gaan de straat leggen. Deze stenen die zijn weer recht aan het leggen, maar je kan ze ook in een cirkel neerleggen. Kijk, dan krijg je dat hele mooie model wat hier ligt, ook in verschillende kleuren. Ja, dat zeg je wel lekker, maar dit zijn hele andere formaten, want met die grote kan je dat natuurlijk niet rondstraten, maar het is wel dezelfde steen. Nou, er is natuurlijk van alles mogelijk met terrassen, er ligt hier genoeg, ik zal het u eens laten zien. Dit is de bekende breadstone in wildverband. Dat zijn allemaal van die vierkante vormen. Nou, een breadstone die kan je ook in een cirkel leggen. Die wordt al helemaal netjes voor je gemaakt. Je hoeft hem alleen maar neer te leggen. Zoals hier. Nou, cirkelvormen die zijn heel erg in. Dus ja, dit ziet er ook al heel fraai uit. Maar er zijn meer mogelijkheden. Dit is een terras van grijze tegels in wildverband. Het zijn verschillende afmetingen en er zitten behoorlijke grootte bij. Zelfs van één afmeting kan je natuurlijk een terras maken. Wat is nou het voordeel? Je maakt eigenlijk een terras met een hele rustige uitstraling. Oh, yeah.
Prachtige terrassen. Maar één ding valt op, ze zijn vrij sober van kleur. Wij willen een Zuid-Afrikaans terras maken en dat moet een beetje uitbundig zijn. Dat is de reden dat we voor deze steen gekozen hebben. De Granite Color. Die is in 5 verschillende kleuren. Het is een hele stevige steen. Het is een betonsteen. En die bovenlaag, dat is een slijtvaste laag. Dat is gebroken natuursteen. Nou, die is dan gekleurd. Hij is er in 5 verschillende kleuren, dus je kan er wat vrolijks mee maken. Hij is er ook in verschillende afmetingen. En dat is belangrijk. Dit is een waalformaat. Daar is deze cirkel van gemaakt. Wij gaan het terras maken van die grotere. Dat is deze. Nou, er komt er ook nog een keer een tafel. En dat tafelblad, dat ga ik ook maken van deze steen. En dat doe ik met het kleintje. Nou, ook in dat kleurige geel. Nou zijn die verschillende kleuren natuurlijk heel erg mooi, want je kan van die prachtige patronen maken in het terras. Ja, en ik heb ze allemaal door elkaar gestraat. Gewoon gemengd. Helemaal zonder systeem, dus zoals het licht eigenlijk gaan neerleggen. En dan krijg je dit effect. Ja, ik had natuurlijk een beetje geluk, want er heeft een terras gelegen. Dus eronder was al een zandbed. Ik hoefde het niet eens te trillen. Normaal moet je het altijd eerst trillen en dan ga je het uitvlakken. Want het wordt neergelegd volgens de vlijmethode. Je stapelt ze maar zo op. Eén keertje aftrillen, dan hebben wij een mooi terras. De meeste mensen kennen het volgende probleem wel. Je hebt je woonkamer gezellig ingericht, alles heeft zijn plaatsje gekregen. Ja, de televisie, de stereotoren, de videorecorder. Dan komt er ook nog een staande lamp bij en dan heb je een hele borst draden en dat is geen gezicht. En nu kan je natuurlijk proberen die draden weg te werken door er van alles voor te zetten, maar dat werkt op de lange duur ook niet. Ik ga laten zien hoe je op een simpele en goedkope manier al die draden weg kan werken. Wat ga ik hier doen? Nou, dit is de woonkamer. Hier staat de televisie. Hierboven zit de slaapkamer en er staat ook een televisie. Je moet dus de kabel van de tv moet doorgetrokken worden door het betonplafond. En hier ben ik dus in de slaapkamer. Hier in de hoek van die kast. Hier ga ik een gat boren door de vloer heen. Nou, daar komt die kabel erheen. Dan ga ik achteraan door de kast heen, helemaal naar deze kant. En dan komt hier uit de kast. Nou, en die draden ga ik dus wegwerken met een holle plint. Wanneer, zoals ik hier in deze situatie, door een betonvloer heen moet boren, gaat zeker het gezegde op, goed gereedschap is het halve werk. Dat moet je echt doen met een goede boorhamer en een hele goede betonboor. Want wanneer je dus een vloer boort, is het heel denkbeeld dat je ook nog wapen in staal tegenkomt. En ook daar moet je boor doorheen gaan. Ja, en dan zie je, er springt altijd een stukje af van de onderkant. Daarom heb ik het al speciaal in de hoek gedaan. Als de kabel erin zit, dan repareer ik dat en dan zie je er niks meer van. Dat is de kabel voor de tv, maar er is ook geen stopcontact voor de tv. Dus die neem ik meteen mee. Hier is het stopcontact in de kast. Dus kabeltje bijtrekken, kan die meteen mee in de holle plint. Zo'n holle plint bestaat eigenlijk uit 2 delen. Deze lat hebben een speciaal model. Die komt vast aan de muur. En daar overheen komt dan zo je plint geschroefd. Dan moet je die lat altijd zo hoog mogelijk in het profiel aan de muur vastzetten. Kijk, dan kan je zoveel mogelijk kabels eronder kwijt. En daarna schroef je hier je plintje overheen. Overzet plint, even vastzet met schroefjes, dat mocht het nodig zijn, kan je er altijd nog bij. Hier is het klaar, nu ga ik het beneden nog afwerken.
De kabels zitten weliswaar achter het gordijn, maar ik wil ze toch wegwerken. Daarom heb ik de bodem van een kabelgootje aan de wand geschroefd. Daar gaan die kabels doorheen straks, de deksel eroverheen en ze zijn ook weer weggewerkt. Dat ziet er een stuk netter uit. Straks zal ik u laten zien hoe je in een net gekocht leeg huis alle bedrading kan wegwerken in de muur. Zo, erop. Kom maar op met dat ding. Hij is in ieder geval droog. Ja, als je hem lekker binnen schildert, dan droogt het lekker op. Zo, dit is voor de plantenbak. Kijk, nou, volgens mij hebben we alle spullen. Ja. Dus ik kan het eigenlijk mee verder. Maar ik wil u eerst nog even bijpraten wat er allemaal gebeurd is van de week. Rob heeft dat terras gelegd. Ik heb er weer een aantal tegels uitgehaald. Want u hebt vorige week kunnen zien hoe ik die stoelen gemaakt heb. Met die gekke, rare, lange poten eronder uit. Nou, dat was niet voor niks. Hoe zet je die stoelen vast? Gaten boren met een grondboor in de grond. Die achterste natuurlijk dieper als de voorste. Want die poten waren langer en dan heel goed aanstampen. Want ja, dat moet wel stevig worden. Oh, maar Nico, dit valt niet om. Want die plantenbak die komt er hier aan de achterkant. Die schroeven we vast. Ja. Komt nog een klap grond in. Dit wordt hartstikke stevig. Ja, je zou het nou nog niet zeggen, maar het komt allemaal goed. Wordt en er moet ook nog een bank worden en geen stoelen. Hoe gaan we dat doen? Van diezelfde delen van die plantenbak gaan we deze tussenstukjes pas maken en dichtleggen. En dan krijg je toch zo'n hele ronde bank. Ja, nou, kijk, en dat is eigenlijk de reden geweest dat ik van de week hier een uitsparing heb gehouden. Ik ben dat niet door ontegelen geweest, want dit wordt die plantenbak. Want die bomen die en struiken die moeten door. Vind je lekker? Ja, nou, nee, niet echt lekker. Het gaat een beetje traag hoor. Zonder water en brood vind ik het eigenlijk. Eigenlijk gaat het helemaal niet lekker. Dan smeer je toch zelf even een boterhammetje. Kijk, ik ben namelijk aan het schilderen, dus ik heb er geen tijd voor. Oké, dan smeer ik maar een boterham. Ook voorop? Ook voorop. Zeg maar, ik ben dus bezig met die patronen. Jullie moeten zo even komen kijken als je tijd hebt. Volgens mij gaat het best goed. De meesters die komen zo wel even kijken. Ja. Wordt het echt een keuring? Ja, het wordt een keuring. Oh, mijn hemel. Nou, als ik die maar doorsta. In ieder geval, Nico die heeft van de week een kluis ingebouwd. Ja, niet alleen dat. Ik heb ook nog weer cd's opgeruimd. Dat was een bende. Dat is waar, dat klopt. Maar eerst neemt Rob u mee naar de tuin van Mark en Debbie. Wat is hier koud. Ik ben blij dat ik binnen bezig ben. Het is niet koud. Het is toch heerlijk weer. Zo, Debbie. We gaan vandaag weer verder, hè? Ja. Want hier moeten we nog planten. En we gaan ook binnen aan de gang. Ja. Mark gaat binnen mee helpen. Ik heb stoere werk buiten gedaan. En Mark binnen helpen. Ja. Nou, Mark heeft ook stoelwerk buiten gedaan. Want die tegels die heeft hij geknipt. Ja. Hij gaat met de kamerplanten mee aan de gang. Ja. En jij gaat het mee buiten beplanten. Ja, we kunnen hier weer blijven staan, maar we gaan wel wat doen. Kom op. I look into the window of my mind. Reflections of the fears I know I've left behind. Zo, die heb je er ook alweer in. Ja. Leuk, hè? Dit is trouwens een erg mooie plant. Mooi, lijkt net een roos. Ja, dat is de camellia. Laatst op de binnenplaats, in die tuin van Walter, daar had ik een najaarsbloeiende camellia. Dat was met die enkele bloem. Kijk, dit is de voorjaarsbloeien. Die tijd begint nu ongeveer. Nou, die hoort in deze tuin, want dit is natuurlijk een schaduwrijke tuin. Dat is een ideale plek voor die camellia. Ja, ik blijf het een van de mooiste vinden. In Afrika is het op dit moment eind voorjaar, begin zomer. Het ziet er prachtig fleurig uit. En in Nederland is het winter. Triest en kaal. En toch hoeft het niet. Als je de juiste planten maar neerzet. Als je bijvoorbeeld een varen plant, moet je kijken, er zit prachtig groen aan. De hele winter is die groen, is die heel erg mooi. Dat geldt trouwens ook voor de bamboe. De bamboe die heeft winterse blad ook. Nou, en de helleborus, de kerstrozen. De kerstrozen die heb je er in diverse kleuren en soorten. Grote en kleine. Ja, als je een tuin gaat aanleggen, dan moet je heel veel wintergroen gebruiken en ook bloeiende struiken. Ik heb hier ook de toverhuizelaar neergezet. Nou, dat is natuurlijk een prachtige winterbloeier. Als je daar nou samen een hele mooie compositie mee maakt, dan heb je 's winters een hele mooie tuin. En dat is de reden dat we deze keer geen plant van de maand hebben, maar we hebben eigenlijk een motto. En het motto is samen mooi en sterk. Nou, u ziet het. Het is af, hè? Ja.
het is hartstikke gaaf geworden. Maar jij bent wel een pittige planter, ja, zeg. Ja, maar het is ook leuk om te doen. Dat is heel leuk om te doen. Hey, ik doe even een ander overalletje aan. Want lijkt me een goed plan. Ja, want het ziet er niet uit. Oh, hey, gaaf, hé. Hey. Mooi geworden, hè? Mooi, hoor. Nou, Mark, we gaan binnen aan de slag, hè? Oké, okay, maar zie je er wel een beetje netjes uit. Nou, schoon overalletje, schone schoenen. Oh. Het wordt hier geen modderzootje. Perfect. Vorige week hebben we planten uitgezocht, hè? Ja. Jij kijkt alleen maar naar de mooie planten. Ja, dat sowieso. Ik heb de hele tijd op zitten letten of we wel de juiste planten namen. Want ik kijk ook naar de lichtinvallen in je huiskamer. Want anders heb je er niks aan. Ja. Er zijn namelijk planten die groeien in het hele donkere gedeelte van de huiskamer. Maar er zijn er ook die doen het daar absoluut niet. Maar er zijn planten die groeien ook niet in het hele zonnige gedeelte van de huiskamer. Ik heb even een schets gemaakt van je woonkamer. De meeste woonkamers hebben twee zonzijden. Jij hebt toevallig drie. Dit is de noordzijde, dit is de oostzijde en dit is de zuidzijde. Nou, laten we aan de zuidzijde eerst eens beginnen. What have you done today to make you feel proud? It's never too late to try. What have you done today to make you feel proud? You could be so many... De Wilditia, dat is een hele gekke plant die van een hele zonnige stand plaatshoudt. In de verte is het familie van de Sikkers. Nou, de Sikkers is erg in de mode, maar die houdt van een hele zonnige plek in de huiskamer. En vaak gebeurt het niet. Nou, dan gaat het helemaal fout. En Sikkers in de huiskamer moet dus op een zonnige plek. Nou, Mark, dit zijn planten. Dat is typisch voor het zuidkant van de huiskamer, want die is heel erg zonnig. Tussen 10 en 3 uur heb je daar het optimale zonlicht. Nou, daar houden ze van. Die plant die daar staat, ja, die houdt meer van de half schaduw. Nou, die staat heel mooi, want kijk, hij staat op een afstand van het raam. Dus hij heeft minder licht. Die staat er prachtig. Nou, straks gaan we met de noordkant aan de gang en dan gaan we verder. Nico is inmiddels onderweg naar een klus die hem nogal nieuwsgierig heeft gemaakt. Ik ben onderweg naar Maurits. Maurits is een student en wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft een kluis gekocht. Nou, u voelt hem al aankomen, hij weet niet hoe hij moet monteren. Nou is bij een kluis wel belangrijk dat je hem monteert op een plaats waardoor hij niet direct vanaf de straat zichtbaar is. Daar is hij aardig uit. Hij wil hem graag in de kelder gemonteerd hebben. Dus ik dacht, nou, laat ik maar eens even gaan kijken. Want ik ben ook heel benieuwd wat een student nou moet met een kluis. Ik weet het niet. Nog een aardige kelder hier beneden, Maurits. Vertel, ja, dat klopt. Nou, ik ben wel heel creatief, maar niet met het kluis installeren. Dat is inderdaad weer een ander verhaal als schildering. Ja. Ik ken dat model wel. Het is eigenlijk een inbouwkluis. Maar ja, we zitten hier in een bestaande situatie. En toch ga ik hem inbouwen. Oh. Weet je hoe ik dat wil doen? Ik zet hem centimeter 10 van de grond af. Dan zie je die gaten zitten. Dan zet ik hem met bouten vast aan de muur. Dan maak ik een bekisting en ik stort hem gewoon in de beton. Dan heb je toch als het ware een inbouwkluis. Ja, en die achterwand die moet wel vlak zijn, want ik ga hem met bouten vastzetten aan die muur. Ja, ja. Nou, als dat bijvoorbeeld rond is, dan gaat die deur wringen. En dan krijg je hem bijna niet open of dicht. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar weet je wat ik me nou afvraag? Jij bent student en je bent schilder. Heb je ook nog zoveel geld als je een kluis nodig hebt? Nou, die kluis heb ik gekocht voor de volgende reden. Ja. Het werk wat ik maak, dat geef ik weg aan vrienden en familie. Ja. En ik maak er foto's van. En de negatieve, die wil ik bewaren in de kluis. Aha, dus daar dient hij voor. Dan weet ik dat tenminste ook. Hey, maar laat jij je inspireren door muziek als je aan het schilderen bent? Ja, absoluut. Ja, ja, dat is toch een bende, man. Dat kan toch zo niet? Ja, maar ik had er geen plaats voor. Nou, ik heb in de auto nog wel wat cd-rekjes. En dan moeten we die ergens op zien hangen of op een plaat of wat dan ook. Ja, ik heb een plaat daar staan. Ja. Dat is best, want dan kunnen daar die rekjes op. Ja, en dan kan ik die plaat beschilderen. En ik zorg ondertussen dat die kluis opgehangen wordt. Oké. Okay. Ja? Doen we. Prima. Opgehangen aan pluggen en houtdraadbouten. De voorkant heb ik even een beetje plastic omheen gespannen. Dan kan de bekisting eromheen. Die heb ik pas gemaakt zo in de hoek. Ene ervoor, dan die ervoor. Moet ik natuurlijk nog wel even goed aan de muur ook verankeren. Dan ga ik hem vullen met snelbeton. We'll be right back.
beton zit erin. Moet nog een kwartiertje uitharden. En dan kan ik de bekisting eraf halen. Zo, Maurits, nou, die beton die kan even hard worden. Ik kom eens even bij jou kijken. Van de kunstwerk? Ja, hij is klaar. Ja. Ik denk dat de cd-rekjes erop kunnen. Mm-hmm. Nou, ik heb 6 van die cd-rekjes. Als we er nou 2 boven elkaar maken en 3 naast elkaar, dus een beetje netjes verdelen op jouw kunstwerk. Mm-hmm. Natuurlijk wel zorgen dat je je signatuur kan blijven zien. Ja. Dan kunnen we hem daar namelijk ook straks oppakken. Hem naar de muur transporteren, want ja, de verf is nog niet helemaal droog. Nee, oké. Okay. Hey, ik ga mijn schroefjes pakken en dan gaan we de verdeling maken. Zo, nou, die zit vast. Ik heb mooie cd's erin opgebergen. Dan ga ik ondertussen de bekisting weghalen. Oké. Plankje erin. Nou, maar dus mijn kluisklus is geklaard. Mooi. Hij is ook goed tegen brand beveiligd. Hij is rondom in de beton ingestort, dus er kan niks mee gebeuren. Oké, dan. Dan kunnen nu mijn negatieven erin. Dat zou ik niet doen. Ik zou 1 tot 2 weken wachten. Dat vocht wat allemaal in die beton zit, maar allemaal goed uitverdampen. Maar dat ik een droge kluis heb, dan kan je spullen er goed in opbergen. Hier heb jij de sleutel en mijn klus zit erop. Oké, bedankt. Graag gedaan. Verzamel ze daarom op een vast punt en breng ze regelmatig weg. Lege batterijen, lever ze in. Bij Dixons, Intertoys of Schlekker. Heren, ik ben op zoek naar wat frisse tinten. Een blikje écru, wat vanilleachtig wit. Een klein busje lavendelkleurig paars. Busje? Mag het misschien een beetje frisser zijn. Lekker fris. Voor een regenboog aan kleuren, doe het Praxis. Ik ben wel een fladderaar. Dus ik ben altijd met veel dingen bezig. Ik heb enorm veel plannen. Ik heb enorm veel dingen die ik wil doen. Ik ga wel voor positiviteit, is wel is belangrijk. Lol maken. Ja. Lekker gek doen, hè? Dat betekent heel veel voor mij. Ik ben serieus als ik serieus moet zijn. Ik ben nou zekerder van mezelf. Hups, weg. Ik ga ervoor. Ik doe eigenlijk vrij weinig. Gewoon zoveel mogelijk doen. En ik wil nu iets anders. Nieuw bij McDonald's, de McRib. Met varkensvlees, verse uitjes en barbecue saus. Tijdelijk voor maar €3,95. En 2 McRib voor maar €7,50. December was al duur genoeg. McDonald's, every time a good time. Ja hoor, daar hebben we mevrouw van Stee. Lekker hè, die wind? Ja, vooral als je mee hebt. En goed voor het milieu. Kijk, deze windmolens die maken groene stroom. Want van zonne-energie alleen moeten wij die niet hebben natuurlijk. En door die groene stroom kun je ook weer lekker warm worden. Hoi mam, hoe was het op schildercursus? Leuk. Ja, dat is jammer. Groene stroom is een initiatief van Essent en wordt gesteund door het Wereld Natuurfonds. Oh, dat is ook leuk. Ja. Als je door een verstopte neus al dat heerlijks niet meer kunt ruiken, neem dan Otrivin. Het effectieve bestanddeel van Otrivin maakt je neus vrij, zodat je weer opgelucht kunt ademhalen. Otrivin brengt weer geur in je leven. Snel.
denkt aan beleggen. Aan een hoog rendement. Aan de nieuwe economie. Aan de oude economie. Aan hoge risico's, aan lage risico's. Allemaal zaken waar wij ook aan denken. Maar we beginnen bij u. En bij uw toekomstplannen. Met deskundig advies afgestemd op uw persoonlijke situatie. U de financiële plannen, wij het beleggingsadvies. Fortis Bank. Solid partners. Flexible solutions. Misschien kan een beetje spanning geen kwaad. Probeer het eens in Holland Casino. Beproef uw geluk aan de roulettetafel, in de Jackpot Club of bij een van die andere spannende spelen. Holland Casino. Een mooie gelegenheid om uit te gaan. Wij zijn als leden van de plattelandsvrouwen van de gemeente Lochem in gesprek met een econoom over de euro. En vooral wat het voor invloed heeft op de koopkracht. Het eerste wat u waarschijnlijk van de euro zult merken is dat je op 1 januari 2002 in de winkel stapt. Je betaalt iets met je Nederlandse guldens. Ik krijg euro's terug. En de hypotheek, hoe zit het met de hypotheek? Is er? Alles van hypotheken en uitkeringen zoals AOW en bijstand, dat wordt automatisch omgerekend op 1 januari 2002. Maar voor je salaris of voor je inkomen of uitkering die je nu krijgt, ja. Daar zou je straks precies hetzelfde voor in het winkelkarretje kunnen doen. Ja. Wat zou je nou doen? Als dat je nu doet. Ja, wanneer word je nu dan miljonair met de euro? Nou, wanneer je dus een, wanneer je een guldens equivalent dus boven de 2,2 miljoen gulden zit. Dan zul je straks euromiljonair zijn. Dan moet je wel heel precies. Lang sparen nu. Straks apenzaken in Natuur op 4. Maar eerst terug voor meer tips in Eigen Huis en Tuin. Waar je heerlijk op jezelf bent, thuis gebleven. Dit is leuk werk, weet je dat, Rob? Ja, ik zie je ook helemaal genieten, hè? Welkom terug allemaal bij Eigen Huis en Tuin. Zeg, waar is Nico eigenlijk? Ja, ik hoor Nico roepen. Hier is Nico met de catering. Nou, Nico, ik kom even warms en een lekker sandwichje. Wacht. Je moet een lunchroom gaan beginnen, man. Nou, nee hoor, ik vind dit al genoeg om te maken voor ons drietjes, hoor. Wacht even. Zeg, wat vinden jullie ervan? Ja, we zullen eens eventjes kijken, Mirna. Nou. Die is af, hè? Ja, ik vind die... Ik ben er geweest en ik moet je zeggen... Ja, die keurig goed. Ja? Ja, echt. Kijk, voor deze moeten we natuurlijk nog even afwachten, nee, maar als je doorgaat op die manier... Ja, maar ik heb er uiteindelijk een foefje op gevonden, want die kleurrijke vlakken... Ja. Die worden elke keer ommuurd of omringd door een witte streep, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik plak het af met afplakband. Nee. Ik ga het inkleuren, hier ook. Ga ik ook weer hier omheen kleuren. Dan haal ik het tape eraf en dan kleur ik het in met wit, met een zwart lijntje. Ja. Eigenlijk best simpel. Ja, je moet er even... Je bent bijna net zo handig intelligentie voor hebben. Nou, ik vind om daarop te komen. Ja, nou, ik vind het geweldig. Het is een heel kleurig dagje. En ik maak altijd een bloemetje, dus ik denk, tussendoor maak ik toch een bloemetje. Dat is de reden dat ik met tulpen aan de gang ben. Want ik denk, ja, we zijn in een kleurige stemming, dus binnen wil ik ook kleur. Ja, het ziet er heel goed uit. Dat is wel apart. Kijk, ik zet de takken tussen en de steun is dan, want dat groeit uit. Het wordt heel... Het is weer eens wat anders dan gewoon huppatee en vaas. Ja. Hé, dat zal de post zijn. Mira, ons cadeau. Ja, ik ben heel benieuwd, weet je dat? Ja. Enfin, 15 januari was ik in Keulen. En als je in Keulen bent, dan moet je absoluut één gebouw echt met eigen ogen gezien hebben. Want met zijn 157 meter is hij zo imposant, de Dom. Maar we zijn natuurlijk in Keulen voor de beurs. Want vandaag is de openingsdag van de grootste meubelbeurs van Europa. En ik ben benieuwd. ...286.000 vierkante meter vol meubels. We'll be right back.
hier ergens met Karin afgesproken. Want zij heeft er namelijk al een rondje beurs op zitten. Dus alles wat ook maar enigszins vernieuwend is, kan zij mij laten zien. Maar waar is zij nu? Kijk, daar heb je er. Karin. Hi. Hi. Wat is jou het meest opgevallen op de beurs? Lounge. Lounge, heerlijk. Ja, het is helemaal in. Het komt uit het uitgaansleven en straks in je woonkamer. En ja, dus echt het relaxen, lekker op de banken zitten. Oh, heerlijk. Gewoon, ja, echt luieren. Dat is echt hetgene wat ik het moment het meest heb gezien. Ja. Dat, ja. Nou, zullen we maar eens even gaan kijken? Want ik wil natuurlijk wel allemaal met eigen ogen zien. Nou, ja? Ja? Welke kant moeten we op? Die kant. Oké. Okay. Nou echt helemaal maken. Nou, op het moment de fuchsia, rode, maar daarnaast ook de oranje tinten zijn helemaal actueel. Echt die felle kleuren allemaal. Maar als je daar nou niet van houdt? Nou ja, de naturellen zijn natuurlijk nooit weg geweest. Maar wat heel actueel en nieuw is bij die naturellen, dat zijn olijfkleuren. Deze heeft een lekkere kleur, maar hij is ook nog eens uitgevoerd in een hele bijzondere stof. Het is me trouwens sowieso opgevallen dat er heel veel diversiteit te winnen is in materialen. Ja, dat heb je heel goed gezien. Want je ziet hier bijvoorbeeld een slangenprint. Het is gewoon een synthetische stof, is het. Maar daarnaast zie je ook weer heel veel bont op de meubelen en zelfs plastic zie je. Maar ook de hele mooie Jean-Jean-stoffen zijn we heel erg in. Maar ook de natuurlijke materialen zijn nog steeds heel actueel, zoals bijvoorbeeld riet. Maar als je dan naar de kasten bijvoorbeeld gaat, dan is, dan zag je al heel veel metaal en gezandschaald glas. Maar wat echt helemaal weer nieuw is en wat helemaal opkomt, dat is het hoogglans voor de fronten van de deuren. Is dat ook een blijvertje, denk je? Ja. Het hoogglans? Ja, ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, bij deze bank zie je nu een armleuning. Ja. En het is in een handomdraai, een voetenbank. Dit is me al opgevallen, dat zie je veel. Hè? Meubels die echt van vorm kunnen veranderen. Het zijn mechanisch of elektrisch. Echt meubels in beweging. Ja. Veel mooie nieuwe dingen gezien. Ja. Maar wanneer zien we dat nou terug in die winkels? Nou, je hebt hele extreme, die zou je waarschijnlijk nooit meer terugzien. Daarnaast heb je de beursprimeurs, die zijn bij wijze van spreken morgen al te koop. Maar het meeste, dat zul je allemaal in het voorjaar zien. Karin, heel hartelijk bedankt. Jij zal hier zelf ook nog wel het een en ander te doen hebben. Dus ik ga ook nog even verder rondsnuffelen. Okay. Tot ziens. Zitten we dan samen op? Klein foutje gemaakt, maar dat geeft niks. Nou, klein foutje, ja. Ja. Maar ook niet zo verwonderlijk, hè? Nee. Nico die vroeg naar mijn kamer, wil jij even opmeten hoe lang die bak wordt? Maar die stoelen stonden er nog niet. Dus ik denk, nou, ik ga dat ruim uitstappen. Dus ik zeg, acht meter, worden het er 10. Ja, natuurlijk. Vandaar dat we hier nog bij zijn. Ja. En dan komt volgens mij door je korte beentjes. Zou dat het zijn? Dat denk ik. Ja. Nou ja, misschien Nico. Hey, maar het wordt een stevig geheel. Volgens mij kan die bank dadelijk een orkaan doorstaan. Nou, orkaan zul je niet zo gauw hebben, maar onze kilootjes, die kan die makkelijk hebben. Zeker, zeker. En die van Mirna. Wat die van Mirna? Oh, ik heb jou op steeltjes. Ah, jouw kilo's, hadden we het over. Wat is er met mijn kilo's? Niks met jouw kilo's. Ik zei gewoon dat die stoelen onze kilo's goed konden hebben, Nico? Ja. Ja. En als jouw kilo's complimenteus bedoeld of juist helemaal niet? Alleen maar. Nee, oké, dan is het goed. Ja, dan kan het. Dat is waar. Zeg maar één ding, zover is nog lang niet, hè? Want jullie hebben gezien wat van werkt. Het is het veel. Maar je kan al wat zien, hè? Nee, dat jullie niet denken dat je morgen al meteen kan zitten. Nee. Oké. Okay.
Ik vind het er goed uitzien. Ja. Wat is dat voor een systeem? Ja, Rob, vertel nou eens een keer. Wat was nou jouw plan en hoe heb je het gedaan? Ja. Nou, dit is eigenlijk heel simpel. Dit is behandeld tuinhout. Die zaag je eerst op maat, op de hoogte van je bak. Maar nou komt het. Kijk, hier aan de binnenkant. Ja, dat zag ik dus. Ja, nou, dat is boomband. Je weet toch, als je een boom plant en er komt een paal naast te staan, wordt die met een band vastgezet. Nou, daar heb ik een hele rol van genomen. Nou, die heb ik hier aan de achterkant zo vastgeschroefd. Kijk, dan is het een geheel. Kan je elk model maken wat je wil. Slim. En dat hebben we hier ook gedaan. Want kijk, hier aan de achterkant zit er precies een model van die bank. Jo, dan moet je patent op aanvragen. Een hele goede tip. Nou, dat patent vind ik eigenlijk al een idee. Ja. Hey, jij bent wel bij de hand. Ja, en dan wordt het echt zo'n Afrikaanse bush hier, hè? Ja, maar ik denk dat je nog even moet wachten, hoor. Want eerst moet die tafel er nog in en we wilden nog een braai maken. Ja, ja oké. Okay. Maar je wil al een beetje groen gevoel maken. Ja, een beetje wel, ja. Nou, we zien wel even. Misschien wat anders. Als laatste beplanting. Want die braai maken, het is ook nog een berg. Ja. Dus ik weet niet hoe snel het gaat. We kijken wel even. Hé, Nico. Ja. De post is geweest, hè? De post is geweest. Ja, ik ben nog steeds razend nieuwsgierig. Ja, maar dat weet ik. Maar jullie moeten nog even geduld hebben. Tjongejonge, nog even geduld hebben. Nou, het is niet anders. In ieder geval hoeven we niet al te lang geduld meer te hebben om het eindresultaat te zien van de tuin van Mark en Debbie. Maar eerst laat Nico zien hoe je in een leeg huis ook die bedradingen wegwerkt. Straks heb ik laten zien hoe je draden weg kan werken achter holle plinten of bijvoorbeeld door kabelgootjes. Maar hoe komen die draden daar nou allemaal? Nou, dat komt gewoon omdat er of te weinig stopcontacten zijn of ze zitten niet op de goede plaats. En wanneer je natuurlijk in zo'n nieuwe woning terechtkomt, is er de ideale mogelijkheid om dat voor te zijn. Bedenk van tevoren waar je stopcontacten wil hebben en maak ze daar ook. Dat kan vrij eenvoudig. Ja? Je freest sleuven in de muur, daar gaan de leidingen in en na afloop te smeer je dat dicht met gips en je ziet er helemaal niks meer van. Bepalen waar je stopcontacten wil hebben, doe je er verstandig aan om even een plattegrond te maken van de ruimte en daar ook meteen je indeling op te tekenen. En dan krijg je een beetje inzicht erin hoe het allemaal in elkaar steekt. Wat ook belangrijk is, is natuurlijk om bestaande stopcontacten daar ook op aan te geven. Ja. De bewoners die willen hier graag een lekkere luie leesstoel. Nou, daar hoort natuurlijk ook een lamp bij. Maar als ik hier een lamp wil maken, dan zit helemaal aan de andere kant van die wand zit een stopcontact. Nou, daar ga ik wat aan doen. Ik ga dus vanuit het bestaande stopcontact sleuven frezen zo naar die hoek toe. Nou, frezen, dat kan nog een beetje stof geven, dus ik trek eerst maar overal aan. Voordat je natuurlijk leidingen kan gaan frezen, moet je wel op een paar dingen goed letten. Ten eerste het traject waar je sleuf wil gaan frezen, controleren of er geen leidingen zitten. En natuurlijk de desbetreffende elektriciteitsgroep uitschakelen. Vanuit de centraaldoos in het plafond loopt de leiding zo hier door de muur heen naar dit stopcontact. Nou, daar heb ik er straks die draden uitgehaald, maar ik wil de stopcontact verlagen. Vandaar dat ik dus hier een gat geboord heb waar weer een nieuwe doos in past. Dan ga ik vanaf hier een sleuf frezen naar deze en hier vandaan een naar het nieuwe stopcontact. Dat doe ik dan met een zogenaamde sleuvenfrees. Dat zijn eigenlijk twee zaagbladen, dus je maakt twee zaagsneetjes in de muur. En de ruimte die er tussenin zit, die hak je weer met een bijtel weg.
De dozen zitten erin, de leidingen zitten vast. De doeken trekt weer naar boven, die gaat naar de centraaldoos toe. Daar verbind ik de draden eraan, haal ik hem terug hierheen. En vanuit deze doos verbind ik hem weer door naar de volgende. De leiding is aangesmeerd, die moet natuurlijk nog wel even drogen. En daarna kan je dan gaan behangen of andere wandafwerking erop zetten en daarna elektra afmonteren. Ik heb die leiding nu getrokken voor elektra, maar je kan het natuurlijk ook doen voor bijvoorbeeld de kabel van je televisie of de snoeren van je boksen. Nou, wanneer je alles vroeg genoeg weet en je neemt je maatregelen, ben je van een hele hoop snoerellende verlost. Ook Rob neemt maatregelen en zet kamerplanten op de juiste plaats in de woonkamer. We gaan even verder in de kamer van Mark en Debbie, want ja, de tuin is al af, hè? Ja. We hebben deze zuidkant, daar hebben we al kamerplanten neergezet. En ze heeft nog zelf een heel ander gezicht, hè? Ja, hele mooie planten. Ja, en het wordt een beetje warmer daardoor gelijk, hè? Sowieso. Dan gaan we hier verder. Dit is de oostkant. En het oostlicht is eigenlijk het mooiste licht. Want dan heb je de ochtendzon, dan warmt die plant helemaal op. De sapstroom komt op gang en hij groeit er fantastisch. Ja. Hier gaan we een plant neerzetten. En dit is de noordkant. En zelfs daar zijn planten voor. Die sterilitia. Een echte Zuid-Afrikaanse bloem. Nou, Mark, het is af. Dat is heel mooi. Ja? Wij woonden hier net pas. En het was wel vrij kaal hier. Dus dit maakt het toch wel finishing touch. Hoor. Dit is de finishing touch. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ja. Hey, dit is de noordkant. Nou, je ziet hier heb ik ook een plant neergezet. Hier is eigenlijk weinig licht. Want het zonlicht wat ik nou heb, komt van dat raam op het zuiden vandaan. Hè? Het schijnt zo hier naartoe. Als je 2 meter van de noordkant af bent en de zon staat hoog, is het bijna duisternis. En toch heb ik daar een plant neergezet. Die plant die kan heel goed tegen de schaduw. Die krijgt in de winter door de lage zon ook nog extra licht. Van de zomer zal die het wat moeilijker krijgen, maar hij overleeft het wel, hoor. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat Debbie ervan vindt, hoor. Wat vind je ervan? Nou, het is echt één geheel geworden. Nou, dat was ook de bedoeling. En de juiste plant staat op de juiste plaats. Want eigenlijk het kernpunt van mijn studiereis naar Zuid-Afrika, dat was om te gaan kijken hoe die planten daar van nature groeiden. Ja. Nou, en dat heb ik een beetje teruggebracht hier. Dus dit gaat helemaal goed. Maar hoe gaat het nou met water geven? Ja, water geven. Het belangrijkste punt is eigenlijk water waar geen kalk in zit. Nou, leidingwater, er zit vaak kalk in. Wat kan je dan het beste doen? Leidingwater gaan koken. Dan doe je het in een fles. Dat laat je 24 uur staan. Dan slaat die kalk neer. Dan giet je dat uit die fles in een gieter. Alleen het laatste beetje water, dat giet je er niet in. En dat geef je aan je planten. En dan niet te veel water geven, dan moet het goed gaan. Hé, jongens, eventjes toasten. Maar buiten moeten we ook nog aan de slag. Ja, jullie zouden verder gaan. Maar je dat weet nog niet precies hoe? Nog niet helemaal, hè? Jongens, dan gaan we even kijken. Kom op. Kijk, hier wil je nog een terras maken. Moet je mooi kijken wat een zichtlijn je krijgt. Want je hebt nou achtergrond gekregen. Je krijgt eigenlijk 2 tuinen. Daar wilden jullie die vijver hebben. Die komt dan op dit punt. Ik zou hem iets verleggen. Kijk, als hij precies in het midden komt van die opening daar, heb je een hele mooie zichtlijn vanuit het huis. Heb je 2 belangrijke zichtlijnen. Vanuit het huis op de vijver en van hieraf. Maar Mark, daar mag jij mee aan de gang. Dan wordt het heel wat graven, hè? Wordt heel wat graven, maar als je helpt je, want ze kan heel pittig planten. Dat heb ik gezien. Het is duidelijk. Het is een surftank. Ja.
Zal ik hem ook knippen? Voel mij geen zinnenplank, maar goed. Noem het straks even, want ik wil eerst even weten wat we volgende week gaan doen. Daarna bouwen we de spanning een beetje op. Nou, jullie zijn geduldig. Ja. Nou, wat we volgende week gaan doen. Ik heb de tuin van Mark en Debbie gemaakt aan de hand van Afrika. We zijn hier op de terras bezig aan de hand van Afrika. Maar ik heb in Zuid-Afrika een bloem gezien. Een van de belangrijkste bloemen van Zuid-Afrika. En daar wil ik het volgende week over hebben. Ah, oké. Ik heb nog wat. Wat dan? Volgende week woensdag dan gaan we het Groene Spreekuur opnemen. Het woensdag 24 januari. Dat doen we in het Stadshart van Amstelveen. Dus mensen met allerlei vragen, die kunnen komen. Ja, natuurlijk. Ja, dan krijgt u lekker druk. Lekker, hè? Ja. En jij, Nico? Ja, u begint deze keer een hele rare, bijzondere klus. Ik ga een kelder bewoonbaar maken. Dat heb je inderdaad nog nooit gedaan. Dat heb ik nooit gedaan. Ik ben heel benieuwd. Maar je moet alles een keer gedaan hebben. En ik ga volgende week uiteraard verder met die beschildering van de rugleuning. Ja. Maar ik heb het volgende bedacht. Hout zit op een gegeven moment wel een beetje naar. Met andere woorden, je krijgt gewoon een houten kont. Een houten kont, ja. Ik weet het. Wat dacht je van kussens? Dat zit wel lekker. Die is even gemaakt volgende week. Het comfort. Ja? Het wordt daar een perfect plekje heen, Nico. Ja, toch? Ja, dat is wel mooi. Oké. De plannen zijn rond, dus graag tot volgende week. Tot volgende week. En nou zijn jullie zeker. Maar kijk, het is snowboard heeft geen nut daar. Nou, ik dacht gisteren een contrabas. Ik vertel het toch niet, hoor. Jij denkt een contrabas? Nou. Nou, Nico, moet ik helpen? En met die Zuid-Afrikaanse kranten gepakt, hè? Ja. Het is een soort totempaal, klopt dat? Dat klopt, ja. Kijk. Laat maar eens even kijken. En er zit een beschildering op van de Nabelen. Kijk dan. Wauw, hé. Kijk. Dit is een echte. Zo. Ja. Nou begrijp ik dat niet in je rugzak ging. Dat ging niet in mijn rugzak. Is die mooi of niet? Zo, hé. Mooi, hè? Ja, dit is nou echt een Nabelenplank. Ze staat even stil van. Ja. Hé, we gaan binnen aan de gang. Ik moet even een ander overalletje, Jan. Want ik zit lijkt me wel een goed plan. Ja. Hé, ik heb een vuile overalletje, Jan. Ik zal even een andere aantrekken. Ja, want... lijkt me een goed plan. Binnen aan de gang, hè? Ja. Nou, waar blijft hij nou? Ik blijf de markt aan. Ja, nou, duurt het te lang. Dat bedoelde ik niet zo, hè? Nee, maar het is wel zo overkomt, hoor. Hé, laat me even...